Hoi, mijn naam is Dion van Ion. In deze video laat ik je zien hoe je de dimmer van Ion Industries installeert. Wat heb je nodig? Een schroevendraaier, een spanningszoeker, een zijkniptang en natuurlijk de dimmer van Ion Industries. Allereerst haal je de stroom eraf in de meterkast. Controleer goed of je de juiste groep uitzet. Nu demonteren we de oude dimmer. Haal als eerst de draaiknop eraf, vervolgens de afdekplaat en als laatste het raam. Als het goed is, zie je nu dat de dimmer enkel nog vastgemonteerd zit met schroeven. Controleer voor de zekerheid met de spanningsmeter of er nog stroom op de dimmer staat. Als er geen stroom op de dimmer staat, kunnen de schroeven worden losgedraaid. Zodra de schroeven los zijn, kan je de dimmer naar je toe halen en de draden eruit trekken. Controleer de lengte van het draad en knip deze eventueel korter als het koperen uiteinde te lang is voor de nieuwe dimmer. Nu gaan we de nieuwe dimmer aansluiten. Pak de dimmer van Ion Industries erbij. Aan de onderkant van de dimmer vind je de aansluitingen voor de bedrading. Aan de voorkant zie je drie symbolen. Steek het bruine fasedraad in het gat van het L-symbool. Het zwarte schakeldraad hoort bij het symbool met een golfje en een pijltje. Het symbool met een N-teken laat je vrij. Zodra je beide draden hebt vastgedraaid, kun je de dimmer in de inbouwdoos plaatsen en vastdraaien met twee schroeven. Wanneer alles goed vastzit, kun je de stroom er weer op zetten. Test vervolgens goed of de dimmer naar behoren werkt. Als laatste monteren we het framewerk van de dimmer. Plaats hiervoor eerst het raam, vervolgens de afdekplaat en als laatste de draaiknop. Test nu of de dimmer nog steeds werkt zoals gewenst. Gefeliciteerd! Je hebt de dimmer van Ion Industries succesvol geïnstalleerd. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over Ion Industries? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op via telefoon of e-mail.